Dan gaan we gewoon beginnen. Ja, neem je water. Ik neem water. Jan Muizer. Kybrit Bekonen. Ben je Amsterdammer? Nee, mijn moeder is Amsterdammer. Ik ben hier nou, ik woon hier 30 jaar zo, vanaf 19... 30 jaar in Amsterdam. 80 woon ik hier, vanaf 1980. Ja. Ah, maar ik heb wel Amsterdamse vibes in mij. Ik ben wel een... omdat je woont, vind ik wel Amsterdam. Ja, en ook zeker midden in de stad. Ja. Hele beroemde, bekende... In de Jordaan, Bloemgracht. Ja, dat is echt een geluk bij een geschenk uit de hemel. Gewoon per ongeluk gekomen. Via. Hey, Amsterdam. Noem eens even 1, 2, 3. Iets mooi, iets echt. Dit is typisch Amsterdam of zo. Oh, oké. Nou, wat ik doe, ik ben met een appgroepje en dan gaan wij iedere dag zwemmen in de houthavens. Ja. En dat is bij die pontstijger, dat is dat hele mooie gebouw, dat hele grote flat wat daar gebouwd is. Doen ze dat in Hengelo of in Zaandam ook? Ik weet niet, dat is misschien wel. Maar ik vind in ieder geval de sfeer heel erg mooi die daarbij is. Raar is dat ik nou eventjes niet 1, 2, 3 dingen kan bedenken die Amsterdammers... Het is het gevoel wat ik krijg als ik hier in de stad kom. Het is het gevoel wat ik krijg als ik met Amsterdammers praat. Het zijn de tafereeltjes op straat die je ziet, zoals bij ons voor de deur. Bij ons hebben ze bankjes en dan gaan mensen gewoon zitten. Amsterdam zitten mensen veel meer buiten dan in andere steden in Nederland. Ze noemen het ook wel het Venetië van het noorden. En hoe we hier met die grachten omgaan, ja, dat is Amsterdam. De grachten en de sfeer die er in Amsterdam hangt. Zelfs als je in Zuidoost komt of je komt ver in het Geuzenveld, dan kan je nog situaties tegenkomen hoe mensen met elkaar praten. Ja. Een beetje dat anarchistische, dat gaan we zelf wel regelen. We hebben daar geen autoriteit voor nodig. Ja. Vroeger had je ook in iedere wijk dat er geen hiërarchie was. Dat je zowel kunstenaars, zakenmensen, ambachtslieden, arbeiders, die woonden bij elkaar in dezelfde buurt. Terwijl in andere steden in Nederland heb je, dat is een arbeidersbuurt, dat is een rijke buurt, en dat is weer een gejuppe buurt. Ja. En dat is hier veel meer door elkaar, hoewel je hier ook steeds meer die verschillen gaat krijgen. Maar dat, in basis genomen is dat nog steeds wel het Amsterdam. Ja. Ja, ik word ook inmiddels 26 jaar. Jij? Ja, 27 jaar in Nederland, 26 jaar in Amsterdam. Waar heb je eerst gewoond dan? Ergens op de West, Mercatorplein. Ja. Dan ben ik naar Oost verhuisd. Ja, dan ben ik gelijk Oost mijn... Ja, maar je bent niet gelijk in Amsterdam komen wonen. Je hebt eerst een jaar in Amsterdam daarvoor gewoond. Bedoelde ik. Ja. Ja, daarvoor... zo'n 27 jaar geleden ben ik gevlucht uit Ethiopië. Ja, weet je? Dat vertelde. Toen ben ik in het asielzoekerscentrum terechtgekomen. Oh, je hebt eerst een jaar gezien. Helemaal zuid van het land. Zo'n militaire kamp. Gilsrijen. Heb je van gehoord? Gilsrijen, ja. Gilsrijen, daar ben ik wel een jaartje gewoond. Oh, en toen kwam toen ben ik snel naar Amsterdam, een jaar later of zo. Ja. Eerst West, daarna naar Oost. En ik woonde altijd in Oost. Okay. Maar je had ook wel ergens anders terecht kunnen komen, in Nijmegen of Groningen? Ja, ik wil wel graag in Amsterdam komen, want toen wilde ik ook graag snel naar school. Ja, en, journalistiek. Amsterdam, ja, journalistiek, film, dat was mijn wens. Journalistiek is mijn achtergrond, hè. Ja, toen ben ik in Nederland meer in de visuele art terechtgekomen, dus film maken. En filmstudie is al mooi, maar dan ben ik ook snel in de buurt. Met mensen contact gezocht. Bij mij het blijft altijd journalistiek mooi, maar dan niet journalistiek zoals wij het kennen. En zogenaamde eiland, zoals hier in Nederland, Hilversum of in Amerika, noem het wat, een van de media centers. ABC, nee, ik wil graag gewoon de tussen buurt. De mensen in de buurt. En zo heb ik ook dat civiele journalistieke concept in mezelf een beetje ontwikkeld. En heel veel mensen met mensen gewerkt met dat concept van buurttelevisie. Ja. En dat is ook voor mij de reden om dit festival, Amsterdamse Buurtfilmfestival, op te trekken. Ja, dit is ook voor ons nu de reden om hier aan tafel te zitten. Oké. Okay. Wil je mij kort vertellen jouw achtergrond, jouw ervaring in die vak in de journalistiek? Oh ja, dat is heel erg leuk, want mijn droom was altijd om bij de radio te gaan. Die droom begon als kleine jongen op de lagere school. Ja. En ik zat altijd naar de radio te luisteren en ik vond het mooi, maar ik vond het altijd een beetje eng en spannend. En toen zeiden ze ook, je moet naar de school voor journalistiek. Ze, nee, maar ik wil meer creatief, ik wil geen echte nieuws. Dus ik deed eerst de sociale academie voor jongerenwerk, cultureel werk. Ja, dat heb ik hier in Amsterdam afgemaakt. Ik ben begonnen in Enschede, daar kom ik vandaan. Ja. En toen ben ik hier in Amsterdam komen wonen.
En na die opleiding heb ik al gelijk een, bij de CREA een opleiding journalistiek gedaan, een cursus. Mm-hmm. En toen ben ik een tijdje gaan werken bij de lokale radio in Meidrecht. Dat is bij Vinkeveen. Ja. Daar begonnen ze mee. Ja. Nou ja, en uiteindelijk ben ik via een omweg weer bij Salto terechtgekomen. Ja, ik heb eerst een andere baan gehad als recruiter. 10 jaar gedaan, carrière gemaakt. En ik ging op de Bloemgracht wonen. En toen kwam ik weer bij Salto terecht. Ja, en toen begon dat weer te stromen. Ik moet bij de radio, ik moet bij de radio. En daar had ik een netwerk en dan gingen mensen die gingen ook naar de Wereldomroep of die gingen bij de AVRO. En ik was eigenlijk al 10 jaar ouder. Ja. En toen zei ik, hey, hoe kom je daar bij de Wereldomroep terecht? Wie moet ik hebben? Nou, moet je die bellen? Ja, bel mij maar, dan verbind ik jou wel door. Ja. Nou, en daar heb ik heel veel mijn best gedaan. Dan kwam ik bij de radio terecht. En er was er ook eentje die ging naar AT5. Ja, ja, ja. En die zei van, later ging ik dan die bellen. Ja, bel mij maar, dan verbind ik je door met Tom van Rooyen. En toen kwam ik bij AT5 terecht. En toen begon het eigenlijk pas met mijn filminteresse te komen. En toen, bij het begin van mijn carrière, dus met de radio en de televisie. Want ja, ik had nog nooit film gedaan. Ja, hobbymatig of bij een clubje, ja, maar geen opleiding, geen filmacademie. Maar jij bent ook muzikant, hè? En ik ben ook muzikant, ja. Jazz of zo. En dat heb ik altijd gedaan en ik ben ook hier in Amsterdam begonnen met jazz drum, ja. 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 Is je drum of zo met je hand? Ja, ja, ik doe dit. Ja. Ja, jij bent het. Nou, zo ben jij ook langzaam, op een gegeven moment gingen wij samen een beetje in de buurtconcept, de buurttelevisie, buurtfilm, dat soort dingen. Ja. Toen heb ik in 2015 Amsterdamse buurtfilmfestival opgezet. Ja, en toen zat ik bij, ik zat toen bij het Gewilde Westen Televisie aan de Bellamystraat. Ja. En daar heb ik verschillende filmpjes gemaakt ook over de buurt en projecten begeleid. Ja. En er was één project wat ik gefilmd heb, dat ging over de vergroening van het Andersgebergte. Ja. En dat was van Latifa Omnul. Ah. En die stuurde dat project aan vanuit het Gewilde Westen. Dus ik kwam zo met haar in contact. Ja. En toen heb ik een portret van haar gemaakt. Deze Amsterdamse vrouw, ja, is bezig met de vergroening, ja, van het Atlasgebergte. Want, ja, dat is helemaal schraal en stedig en dan... Ja. Daar zijn stormen geweest en als dat weer groen is, dan is die verwoesting van die bergen minder, dan houdt het zich beter intact. Ja. En dat heb ik toen ook een film gemaakt. Zo'n Amsterdamer, Morgaanse afkomst, Amsterdamer die, ja, ging naar het land waar zij vandaan kwam. Die was in het dorp waar ze vandaan kwam, ja, die was helemaal overspoeld door overstromingen. Ja. Ik ken hem ook, daar film nog. Ja, en daar heeft zij weer hulp aangeboden daar en dat heb ik gefilmd. Ja. En daarna ben je het volgende jaar ook betrokken geweest bij de ABFF? Ja, toen heb ik ook ben ik betrokken geweest als filmdocent, zeg maar. Trainer, right? Trainer bij het Filmlab. Ja, ja. En hebben we samen met alle organisaties geprobeerd het beeld van mensen bij elkaar te krijgen. En uiteindelijk hadden we een groep in Amsterdam-Noord. En daar heb ik toen ook vanuit mijn achtergrond als bij de omroep ook en al mijn ervaring heb ik daar training gegeven, ja, en dat was ook wel heel erg leuk om te doen. Ja. Vooral omdat dan ook je zag dat die films die eruit gekomen zijn, ja, die werden ook allemaal vertoond hier op het buurtfilmfestival. Dus leuk, ja. Het is niet van niks dat wij hier samen zitten aan tafel, want ik weet wel dat jij iemand bent die jij gewoon bold wil en kan zeggen wat je denkt, waar je denkt. En het is ook belangrijk voor ons, voor het Amsterdamse buurtfilmfestival, voor de mensen te horen krijgen wat ze van vinden van Amsterdam Buurtfilmfestival. Wat vind je het mooiste van Amsterdam Buurtfilmfestival? Wat vind je nog zwak te ontwikkelen? Kun je daarmee een beetje echt jouw mening? Ja, wat ik heel goed vind, dat is het idee, het concept, hè, van de haarvaten van de stad Amsterdam, om dat in beeld te brengen. En dat vind ik ook prachtig als je dan op dat festival zit en je ziet al die dingen in de buurt te gebeuren. Ja. Er gebeuren veel meer dingen in Amsterdam waar je weet van hebt. Ja. En dat is heel erg leuk om dat te zien. En dat is een prachtig concept. En wat dan beter kan, dat is dat daar veel meer mensen blijvend bij betrokken zijn. Mensen blijven bij betrokken zijn. Ja, want je hebt mensen die komen en die mensen die gaan. En dat is natuurlijk ook omdat het een vrijwilligersorganisatie is. En dan moet je toch ook kijken van, ja, mensen hebben dan weer tijd om wat te doen. En dan hebben ze weer een baan waar ze geld mee verdienen. Of ze hebben niet meer hetzelfde enthousiasme meer, je moet ze blijven enthousiasmeren. Ja. Ja. En het is dan ook belangrijk dat voortdurend
die aandacht op het festival gevestigd blijft. En dat zou harder aan gewerkt moeten worden. Ja. Maar dat blijft moeilijk, want je moet voortdurend, net als een bedrijf, je moet blijven pompen. Net als een fietsband die leeg loopt, hè? Die moet je blijven pompen om op spanning te houden. Ja, ja. Ik ben het mee eens. Maar je hebt het net zelf gezegd, hè? Dit is een soort vrijwillige organisatie. We hebben in de afgelopen 4-5 jaar heel veel mensen komen en de weg gaan. Simpel, omdat wij zelf niet mensen kunnen betalen. Hè? Dus wij vragen mensen alleen maar de hele tijd doe iets leuk, vrijwilliger voor je staat, voor je buurt. Maar ook, liggen ook iets ervan. Maar je kan niet blijven dingen leren. Je moet op een gegeven moment ook brood verdienen. Helaas, voor ons als organisatie zijn wij nog niet in staat om mensen in dienst te doen. Ja, maar je kan het ook vergelijken met een. Je kan het ook vergelijken met een amateur muziekvereniging. Ja. Daar betalen mensen zelfs contributies voor, zodat er een professionele dirigent is. En er is daar een bestuur omheen. Ja. En die mensen die in het bestuur zitten zijn dan de vrijwilligers. Maar die leiding is dan een professional. Ja. En die, met dat clubje zijn ze voortdurend bezig om iedere keer mensen bij die vereniging te houden. Mm. Je hebt het ook bij de sportvereniging. Ja. Het is niet zo dat een vrijwilligersorganisatie, omdat mensen daar veel voor moeten doen en er niks mee kunnen verdienen, dat ze daarom niet meer bij die organisatie willen. Maar het is een bepaalde manier van een centrale organisatie. Ja. En dat verduurt, en een paar mensen eromheen die dat voortdurend aansturen en altijd contact blijven houden met de mensen. Voortdurend op de hoogte houden. Dat bijvoorbeeld. Dus ik denk wel dat het mogelijk moet zijn. Ja, dat snap ik wel. Maar Jan, wij gaan ook dit jaar weer Amsterdamse buurtfestival organiseren. We beginnen vanaf september met de workshop. Daar gaan we mee beginnen. Daarna december, het festival zelf. Ja. Daarna, als het goed is, volgend jaar en het voorjaar doen wij wat wij mini-festival noemen. Hè. Dat is dus dat wij bij elke stadsdeel in de buurt gaan om een kleine film vertonen, maar ook inhoudelijk te verdiepen. Ja. Wat is jouw wens? Wat is jouw wel? Oh, ik zou er wel aan mee willen werken om die organisatie goed neer te zetten. Ja. En ik zou ook wel willen onderricht willen geven en willen begeleiden van mensen. Dat is altijd wat we leuk vinden om te doen. Ja. En misschien dat nog een keer ergens film maken als ik ergens onderweg een goed idee tegenkom en daar weer mensen voor willen. Mooi film te maken. Ja. Oké. Okay. Mensen mee betrekken. Mooi. Ja. Dus je bent al aan het presenteren. Welkom in de Jordaan. In Osdorp. In Geuzeveld. In Zuidoost. Ja, goeiedag allemaal, welkom bij ABFF TV, waarin wij een aantal films laten zien die gedraaid zijn op het filmfestival in Oba afgelopen 14 december jongstleden. Mijn naam is Jan Muizen. Naast het Amsterdamse buurtfestival hebben wij ook in de coronatijd een poging gedaan ABFF TV. Ja. We hebben 5 afleveringen gedaan, weet je dat? Ja, 5 afleveringen. Ja, hoe ben je het ervaren toen? Ik heb het ervaren geweldig leuk, want ik ben een programmamaker in hart en ziel. Ik vind het heel leuk om een format neer te zetten en ik heb de rol om het te mogen presenteren. Ja. Dat vond ik erg leuk om te doen. Ja. En daar heb ik zelf ook veel van geleerd, iets meer in het draaiboek, iets meer spontaan. En we hadden nog niet goed de juiste modus gevonden, de juiste manier van aanpak. En ik ben er later op gaan letten hoe dat op andere webtv's dat doen. En ik denk dat het gewoon beter kan en simpeler kan. Want wij waren heel veel tijd kwijt met allerlei montage technische zaken. Ja. En dat kan beter, dat kan allemaal efficiënter. Ja. Dat kan beter. Ik ga je een beetje uitdagen, want je hebt zo'n 2 jaar geleden reclame gemaakt voor het ABFF. Je had een soort oproep gedaan om mensen komen leren filmen. Ik heb een film inzend of zo. Ik weet het nog, ik stond dan op de brug en met de Prinsen Gracht stond ik daar. Ja. Doe je nu dit improviseren voor de camera, deze camera? Oké. Beste mensen, ik ben Jan, ik ben filmmaker en ik ben betrokken bij het Amsterdamse Buurtfilmfestival. En ik kan je vertellen, je hebt nog nooit zoiets leuks meegemaakt, want alle Amsterdammers kunnen filmen. Alle Amsterdammers zetten films op YouTube. Maar nu krijg je de kans om een film te maken met een heel mooi verhaal en dat op een groot scherm te laten zien. Er wordt op een groot scherm getoond bij de uitvoering van het Amsterdamse Buurtfilmfestival. En jij kan het ook. En wij kunnen jou leren hoe je het nog mooier kan maken dan je tot nu toe gedaan hebt. Kom erbij. Ja. Kom erbij.
Dankjewel, jij hebt mij zo. Graag gedaan, Jorrit. Mooie tijd. Dank je. Dank je, jij ook bedankt. Dank je. Succes met je organisatie. Dankjewel. Oké. Dank je wel. Dank jullie wel. Thank you.